Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. Een nieuwe aflevering, zelfs een heel nieuw seizoen. En we beginnen iets eerder dan normaal, want ik had aangekondigd 3 september. Dan beginnen we ook met de uitzendingen, de reguliere uitzendingen, zoals de terugblik op het weekend. Het latje trap, het voetgolf wat dit jaar nieuw is en een vooruitblik. Maar ja, als je dan toch in die voorbereiding zit, dan is het misschien toch wel handig als je als tweede wedstrijd in de topklasse Barendrecht-Capelle hebt, om die even aan te halen. Dat doen we dan ook deze week. We beginnen met beide trainers. U ziet ze links en rechts van me. Jack van den Berg, Ronald Klinkenberg. En we hebben ook nog een aantal spelers van Capelle en van Barendrecht die deze week voorbij komen. Dus laten we dan gelijk maar met de trainers eventjes afstemmen. Aan de ene kant hoe die wedstrijd aanstaande zaterdag gaat lopen. Maar we blikken ook nog eventjes heel kort terug. En we gaan het even hebben over de topklasse. Als jullie het niet erg vinden. Nee hoor, ik vind het niet erg. Ik vind het wel leuk. Ja, niet erg? Nee, kom maar. Hartstikke goed. Voordat we naar die wedstrijd van zaterdag gaan, wil ik het hebben over de topklasse. Want hij bestaat nu 3 jaar ongeveer. Wat vinden we ervan? Leuk. Ja, het is de oude topklasse is natuurlijk de topklasse. Tenminste, het tweede niveau en de topklasse is het eerste niveau. Dus je zou zeggen dat de topklasse is de oude hoofdklasse. Maar het is ook niet helemaal waar. Want de topklasse is gewoon echt heel zwaar. Veel goede ploegen. Het niveau gaat omhoog. Ook denk ik omdat het betaald voetbal, met name de eerste divisie, natuurlijk financieel een beetje op z'n kont ligt. Dan zie je toch dat een hoop voetballers die voorheen in de eerste divisie speelden, nu in de topklasse gaan voetballen. Mooi bruggetje. Want hij heeft een paar. Maar hoe is de topklasse? Ja, ik beleef het als fantastisch. En ik denk dat het gewoon een enorme bijdrage is in het amateurgedeelte. En het is een overbrugging van amateur naar betaald voetbal. Maar ook vice versa. Mensen die klaar zijn eigenlijk in de betaalde voetbal, daar niet veel meer hebben te zoeken door welke reden dan ook, kunnen op een hoog niveau weer in blijven stappen. En jij doelt even op Leen van Steensel. Nou, daar bieden wij een prima kans om aan zijn maatschappelijke carrière te werken en toch op een hoog niveau te blijven spelen. Ja, was hij vorig jaar niet heel erg saai, die topklasse? Ja, voor mij niet. Voor mij was het eerste seizoen, dus ik heb genoten. En de aandacht en de tegenstanders zijn fantastisch. En ik moet zeggen, ik vind echt een bijdrage in het amateurvoetbal. Je voorzitter was redelijk uitgesproken. Ik weet niet of je gelezen hebt wat hij heeft gezegd. Ja, heb ik gelezen, ja. Duidelijk lijkt me. Of, is die bijvoorbeeld de periodes die er nu zijn, is dat dan een verrijking of een laatste middel? Ja, het is nou verrijking, zo vind ik wel heel ver gezocht. Maar het is iets. Maar ja, je zei net, ik voel net een Ronald van voor het saai afgelopen jaar. Nou, begon ik al te lachen. Ik vond het ook niet saai hoor. Nee, maar goed, in jouw geval kan ik me nog wel een beetje voorstellen. Maar een kampioen die moet promoveren lijkt me veel praktischer, of niet? Ja, dat ontbreekt nog. En daarvoor is die KVB natuurlijk nu bezig om een tussenfase te zoeken, hè, om een overgangsklasse te formeren, om te kijken omdat degene die daarin komen te spelen met een verplichting tot promoveren en sowieso daardoor ook een Jubilee League team te kunnen laten degraderen. Hè. Dat is natuurlijk een regel die ze aan het zoeken zijn. Zou zomaar kunnen. Aan de andere kant, precies wat Jack zegt, het is een hele moeilijke klasse waar echt iedereen van boven tot onder van tevoren niet kan zeggen waar ze gaan eindigen. En dan kunnen we zeggen, ja, uiteraard kun je 4 of 5 favorieten kiezen. Maar ik bedoel, als ik nou heel kort het bruggetje maak naar afgelopen zaterdag, dan zie je een aantal verrassende uitslagen. Dat is op dit moment ook de topklasse. Ja, nou, daar gaan we het absoluut zo ook nog even inderdaad over hebben. Wat missen we nog in die topklasse? Doen we over het algemeen? Ja, wat zou het nog interessanter kunnen maken? Nou, ik denk dat je naar 2 topklasses toe moet. Hoe je het dan ook noemt, noem je het. Maar dat we zaterdag en zondag samen gaan. En dat je het indeelt naar regio. Die overgangsklasse waar de KNVB over sprak? Nou, dat zou kunnen. Dat je een eerste divisie krijgt en 2 tweede divisies. Of wat de namen dan zijn, dat weet ik niet. Maar het is dus best wel lekker natuurlijk als het wat dichter bij je huis is. Dat je twee regio's krijgt. Dat zou kunnen. En met verplicht promoveren. Ja, want op zich, als je kijkt naar zonder regels, zegt hij. Als je gaat kijken naar de huidige topklasse op zaterdag. Ja, bijna een droomscenario voor de Bollenstreek.
Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als alles daar bij elkaar zit. En dat, maar goed, dat hebben wij hier in Rotterdam precies hetzelfde. Baarn is de enige. Maar ik bedoel, een ASWA moet daarbij komen. Als dat toch een beetje het gedeelte wordt wat we ooit in die hoofdklas hebben gehad, dan zou het voor deze regio fantastisch zijn. Het trekt toch wat meer publiek. En dat is misschien wel het gemis in de huidige topklasse. Dat dat qua rijafstanden voor de vaste supporters nog wel eens wat ver is. Hè. Of de vaste supporters komen, maar degene die nog wel eens een keuze maken, die komen dan net niet. Maar wat ik wel een onderdeel vind, is bijvoorbeeld gele kaart. Als ik kijk naar het betaalde voetbal, hoe daarmee wordt omgesprongen en hoe wij daar in de topklasse mee om moeten gaan. Dan vind ik, ze beoordelen ons een klein beetje als betaald voetbal. Maar aan de andere kant ook weer niet. En dat vind ik wel een gemis. Ik vind dat de KNVB daar best eens goed naar moet kijken verder om. Ja, met dezelfde straffen, het aantal kaarten wat de jongens krijgen, het aantal wedstrijden wat we ook meer spelen. Ja, dat vind ik niet terecht. Dus die helft plus één die ze nu eindelijk hebben aangepast, ook voor de topklasse, dat is nog niet voldoende? Nee, precies. Nee, ik denk dat daar gewoon een aanpassing moet zijn dat wij gelijk een aantal kaarten moeten kunnen krijgen en dan pas een schorsing. Ik haal net even die bollenstek aan, maar ik snap, tenminste, ik snap heel goed maar dat zo'n IJsselmeervogel zegt van ja, ik speel liever deze wedstrijden dan dat ik naar Veendam en Emmen moet. Ja, dat snap ik ook heel goed. Dus daarom denk ik dat als het een tikkie regionaal gaat, dan geldt niet alleen voor IJsselmeervogels, maar het geldt ook voor ons natuurlijk. Wat Roland zegt, die hoofdklas is natuurlijk nu met al die clubs, FVH en ASWH, Maassluis, en daar red ik er nog een paar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het zou leuk zijn als het in de topklasse zou zijn. Tot zover even de topklasse. Laten we heel kort, want we hebben afgesproken, heel kort even terug te kijken naar afgelopen zaterdag. In jouw geval misschien wel heel erg kort. Ja goed, het is zoals het is. Ik bedoel, zwaar teleurgesteld in de openingswedstrijd met een 0-3 die gewoon op het bordje staat. Goed, ik heb toch al van de week al een paar keer gemeld. Het is niet wat ik heb gezien. En we kunnen er heel negatief in blijven hangen. Dat is niet zo. We zijn uiteraard teleurgesteld in de jongens met name. Daar hadden we absoluut iets anders van verwacht. Maar goed, effectiviteit heeft zegevierd. Gene Meijer krijgt een paar kansen en schoppen er drie binnen. En wij hebben een legio kans gehad en daar hebben we niks mee gedaan. Verhoudingen hoekschoppen, 10 stuks, niets aan gedaan. Zij 3 spelervattingen, 2 vrije trappen, 2 goals en een strafschop. Ja. Over. Ja, waarbij je bij die strafschop nog kan discussiëren, denk ik. Ja, oké, dat kan. Maar om even aan te geven, de wijze waarop dat tot stand komt is gewoon met zeer veel rendement. En daar hebben wij gewoon te veel voor moeten doen om daar helemaal niets uit te halen. En dat is, dat is teleurstellend. Maar nogmaals, de hele groep, de hele club, iedereen was zwaar teleurgesteld als je zo je seizoen moet openen. Maar goed, het is nu maandag en op naar woensdag in ieder geval een bekerwedstrijd, Unidas. En dan kijken we weer door naar Barendrecht. Ja, is het ook inherent dat je zoveel nieuwe spelers haalt of moet halen, dat je de eerste weken misschien nog steeds aan het wennen bent? Nou, dat is wel een onderdeel. Als je kijkt, ik heb de beelden natuurlijk van het weekend even zitten bekijken en dan zie je een aantal dingen die niet vanzelfsprekend zijn. En automatisme is natuurlijk toch wel plezier en dat is bijvoorbeeld bij Gene Muiden waar mensen al heel lang spelen, is dat toch wel een voordeel. Maar goed, ook daar zullen we aan moeten werken. Die keuze hebben we zelf gemaakt om een aantal nieuwe mensen te gaan starten. 6 in totaal. Achterin hadden we niet zoveel problemen. Met name voorin was het wat onwennig. Lucas van Oeveren, altijd goed voor een aantal goaltjes, toch wel, en ook zijn kansen gehad, was onwennig. Als ik dan heel kritisch ben, dan moet ik ook wel constateren dat men er ook wel op uit was om die eerste goal te maken. Ja, en als er iemand naast je loopt die er eigenlijk beter voor staat, dan moet je hem gewoon geven. En dat is de kritiek die ik dan zou kunnen uiten naar de mensen, met name voorin, omdat we die kansen hebben gehad. En Lucas gaat alleen op de goal af verder verzuimd Philip aan te spelen. Dan is het een 1-0 en dan wordt het een hele andere wedstrijd. Maar goed, dat is altijd achteraf. En dat is niet gebeurd, dus daar zullen we vanavond met de mannen over spreken. En dat ook benoemen. Maar goed, zo zijn er wel een aantal patronen die nog niet vanzelfsprekend zijn. Dat mag ook, dat kan ook. Alleen ja, als je toch zoveel kansen krijgt en zoveel spelervattingen waar je te weinig uithaalt, dan is dat is niet goed. Nee, genoeg te doen nog. Hoe was zaterdag? Ja, bij Spakenburg waren ze ook teleurgesteld. Die wilden natuurlijk graag winnen. En voor ons was een punt het maximale. We hebben heel de wedstrijd, heeft Spakenburg het spel gemaakt. De eerste helft hebben we nog wel 3 hele goede kansen gehad. Zij een halve, wij 3 hele goede. Toen kwamen we dan nog af en toe uit. De tweede helft werd het wel steeds moeilijker. Maar we hebben het gewoon heel goed gedaan. We hebben in zone verdedigd. Niet alleen achterin, maar ook op het middenveld. En dat was
achteraf. Je moet ook niet te bij de hand gaan doen. Maar was dat wel de goede speelwijze. Zeker met het weer. Als je bijvoorbeeld met een ruit speelt en je moet iedere keer aan een bek lopen, dan kost dat heel erg veel kracht. Nu komt er vanzelf al iemand in je zon. Dat hebben we goed gedaan. En het is natuurlijk ook, als je het over een nieuw elftal hebt, is dat natuurlijk zeker van toepassing op Barendrecht. Ja, dan is het leuk als in de eerste wedstrijd de organisatie er staat. Hoewel het natuurlijk altijd, als een tegenstander beter is, is het makkelijker om compact te spelen als dat je zelf ook meer een aanvaller toekomt. Hè. Dan laat je toch de spelers voorin die aangevallen hebben nog wel eens niet terugkomen of niet op tijd terugkomen. Dan wordt het weer moeilijker om compact te spelen. Dus wat dat betreft is dit ook alweer een goede training geweest. Een goede les van dat we het wel kunnen. Dat er een bepaalde organisatie staat. Ja, hier moeten we maar mee verder gaan. En, het is in ieder geval goed voor het zelfvertrouwen van de jongens. Aardig programma ook, want Spakenburg uit. Op het moment dat dit wordt uitgezonden ga je richting Kuik. En dan Capelle. Ja, en dan komt er nog dinsdag eentje achteraan ook natuurlijk. Dan heb je die dinsdag daar hebben weer Kozakkenboys. Dus heel veel wedstrijden in weinig dagen. En ook nog met die hitte, dat hakt er wel in dan. Ja. Selectie breed genoeg? De selectie is wel breed genoeg. En ik denk ook dat woensdag weer een heel aantal andere jongens gaan spelen. Omdat toch een aantal jongens met wat blessures overgehouden heeft aan afgelopen zaterdag. Ik wil toch een klein bruggetje naar de arbitrage. Hè? We hebben gezegd van die pingel die valt bij de 0-3. Of die dan terecht was of niet. Je gaf net al aan van we worden als bijna profs benaderd, maar als amateurs behandeld. Dan denk ik in die arbitrage, daar is ook nog wel wat te doen. Nou ja, goed, het is bekend dat een heleboel nieuwe scheidsrechters de topklasse in zijn gekomen. En het vervelende is met die mannen, en met alle respect voor de scheidsrechters, die zijn dus echt met zichzelf bezig. En dat was zaterdag dus ook. Zo iemand fluit, maar niet in hetgeen van de wedstrijd. En als er zoveel onduidelijkheid ontstaat in het veld, terwijl het gewoon een normale wedstrijd was, dus helemaal geen extremiteiten. Dan merk je gewoon dat zo iemand zwaar beoordeeld wordt, rare beslissingen neemt, maar met name heel onduidelijk fluit. En daar heb ik wel moeite mee, dat een weerwaar is van beslissingen, bij de een wel en bij de ander niet. En ja, als je dan toevallig ook nog aan de verkeerde kant zit, dan irriteert dat mateloos. Ik bedoel, als ik dan gewoon zaterdag even naar de grensrechter loop en vraag, joh, heb jij dat gezien bij die strafschop? En mij dan niet eens fatsoenlijk, ik vraag het ook fatsoenlijk, antwoord kan geven, dan vind ik dat gewoon irritant. Die man is daar bezig met zijn vak. Een stuk van zijn vak, wij ook. Dus ik heb daar gewoon recht op. En als de scheidsrechter dan zegt, joh, trainer, terug naar je dugout zonder uitleg en me niet kan vertellen wat er dan daadwerkelijk gebeurd is, dan zit ik op een zondag toch behoorlijk wat beelden te kijken en dan kan ik het zelfs niet eens zien. En dat vind ik op dit moment bij het toevoegen van nieuwe scheidsrechters in de topklasse, die dan toch ook zichzelf moeten waarmaken, maar onrustig zijn, niet in de aard van de wedstrijd fluiten. Dus ik hoop, terwijl ik vorig jaar absoluut geen klagen heb gehad. Ik heb een paar oudere scheidsrechters gehad en buitengewoon, goed niveau. En toch hoop ik dat het dit seizoen ook weer dat zal zijn. Dat we hier al met goede scheidsrechters te maken krijgen. En uiteraard onwennig in het begin, maar die mensen moeten heel gauw in de gaten hebben dat het om de wedstrijd gaat en niet om de scheidsrechter. Die grensrechters, die weten wel tegenwoordig. Hè? We hebben het net al even gehad over het incident Zoutman. Terwijl u misschien kijkt net naar de beelden die er mogelijk onder worden gezet, maar... Gaan ze een invloed hebben of moeten we het gewoon allemaal zelf doen? Nou, over het algemeen heb ik niet veel reden te klagen over de scheidsrechters en de grensrechters. Er is altijd wel eens wat. En als het in je voordeel is, dan heb je het niet eens in de gaten. En als het in je nadeel is, dan zijn we wel eens boos. Zoutman, kan ik me voorstellen dat hij wel heel boos wordt? Ja, is die heel erg boos. Het kan niet zo zijn dat de scheidsrechter door laat gaan terwijl er drie spelers langs de kant staan. Dan is hij op zijn minst onduidelijk geweest. Maar wat Ronald zegt, ben ik het wel mee eens. Het is vooral... Over het algemeen gaat het wel heel aardig. Alleen vooral in het begin van het seizoen. Ik hou zelf van scheidsrechters die natuurlijk gezag hebben, die echt gezag hebben. En vooral in het begin van het seizoen is het allemaal een beetje gemaakt. Dan moet je, of je nou in het roze speelt of in het geel of in het blauw, dan moet je de tape om je kous moet dezelfde kleuren hebben. En de slidingbroeken, die in bepaalde kleuren volgens mij niet eens gemaakt worden, moeten dezelfde kleuren hebben. Dan rollen de jongens dan een beetje op en dan komt het af en toe een stukje onderuit. En dat mag dan maar niet. Dan staat er een grensrechter goed op te letten. En daar word je een beetje kribbig van inderdaad. En na een paar wedstrijden is het meestal weer over.
En dat is maar goed ook. Dan komt het natuurlijke weer boven. Oftewel, ze moeten zich inderdaad niet belangrijker vinden dan de wedstrijd. Als ik het goed... Komt het wel op neer, jongen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.